Je mag vragen stellen. Je mag... Ze hebben een leuke hoofddoek, man. Maar waarom is dat eigenlijk? Het zei ze, was mooi, zei ze van... Ja, anders ik zo aantrekkelijk voor andere mannen. Sorry. Nou, is hier iemand anders toevallig ook nog geadopteerd? Niemand? Nee? Ja, nee, ik ook niet, hoor. Echt niet, omdat ik geadopteerd ben. Dat ik de kamer binnen zou lopen en ze bezig zou zien en zou denken... Ah, boeien, het is toch niet mijn echte pa. Ik steek een duim in zijn reet. Mijn ouders hebben mij overbeschermd opgevoed. Dat doen adoptieouders. Zoals je met spullen van een ander vaak ook voorzichtiger bent dan met je eigen spullen. We hadden niet zonder eten naar bed of dat soort dingen. Kun je bij een adoptiekind natuurlijk ook niet maken. Nee toch? Het laatste wat ik nog weet is dat ik mijn piemel uit mijn broek haalde. Er 6 keer keihard mee op de toonbank sloeg. En dat ik zei, goh, dat is prijzig.